Met de excuses voor het slavernijverleden zette de Nederlandse overheid een komma, geen punt. Ja, 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Daarna begon een nieuwe bladzijde van het koloniale verleden. Het ronselen van contractarbeiders uit Brits-Indië. En daarmee begon de Hindoestaanse migratiegeschiedenis. De verhalen van de strijders, pioniers en feministen van toen verdienen onze aandacht. Vooral de verhalen van de vrouwen uit deze geschiedenis verdienen een podium. Het zijn de verhalen die misschien nog het allermeest verborgen zijn gemaakt. In de voorstelling Her Stories of Haar Tories ga ik samen met schrijvers, dichters en performers op zoek naar de verhalen van deze vrouwen. Ik ben Pravini Babram. Mijn naam is Tanya Yatnaman Singh. Mijn naam is Zunaisha Gazader. Mijn naam is Rubaina Biki, a.k.a. Ruby Love. Vrouwen hebben heel lang hun stem niet kunnen laten horen. En ook binnen onze Hindoestaanse gemeenschap zwegen vrouwen. Er was een taboe, ze waren bescheiden. Terwijl er wel heel veel verhalen bekend zijn. En nu is het tijd dat deze verhalen naar het podium komen. Verhalen die door de ogen van deze generaties verteld worden. En het zijn juist de generaties die dit soort verhalen denk ik ontzettend missen. Die heel erg vormend zijn voor onze identiteit, voor ons zelfbeeld, voor onze zelfwaarde. Het zijn de verhalen van onze voormoeders. Het zijn de verhalen die wij ook in ons dragen. En als dat onzichtbaar is, betekent het dat ook een deel van ons onzichtbaar is in deze samenleving. Als we elkaars verhalen kennen en ook doorvertellen, dan weten we wie we zijn en dan weten we ook wie we kunnen worden. Dat is nog te weinig. En het wordt tijd dat we daar echt met z'n allen met kracht voor gaan staan. We doen ertoe. Dat wat non-fysiek was, maken wij nu weer fysiek door het op het podium te brengen. Van de shadows naar de spotlight. Op 12 januari moeten jullie er echt bij zijn, omdat dit de eerste keer is dat we zoveel ruimte pakken voor de verhalen van Hindoestaanse vrouwen vanuit een intergenerationele benadering. En dat kan echt iedereen raken, of je nou man, vrouw of wat dan ook, of wat voor etniciteit je ook bent. Deze verhalen zijn belangrijk om te vertellen, om te horen en die verdienen het om opgenomen te worden in ons collectieve geheugen. Al die vrouwen, al die verhalen, dat kan niet anders dan u een hart onder de riem steken in moeilijke tijden. Ik hoop dat het jou ook inspireert om zo je eigen verhaal te vertellen. En hoe we samen met deze generatie de verhalen van de toekomst kunnen vormen. 12 januari 2024 in Theater aan het Spui in Den Haag. Koop nu je kaartje.